Welkom terug, beste kijkers van mijn channel. Welkom terug bij de World War II campaign. Inmiddels aflevering 8. En daar waar we geëindigd zijn, is in het hoofdmenuscherm. Vorige aflevering, heel Liberation uitgespeeld op Veteran. Hele stukken van Parijs teruggenomen, Duitsers weggedreven. En vandaag gaan we Collateral Damage spelen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Aflevering 8 van de World War II campaign. Show die support even door een like te droppen. En met dit prachtige achtergrondmuziekje gaan we luisteren naar Daniels. Die gaat uitleggen wat we precies moeten doen in Collateral Damage om vervolgens de missie zelf te spelen in deze episode 8. Laten we snel beginnen, guys. October. We're in Aachen. Krauts are fighting like hell for it because it's the first time one of their cities has been invaded by the Allies. Won't be the last. We thought with the liberation of Paris we'd be one step closer to home. But our troubles are just beginning. We're fighting in a city now, Aachen. Krauts got a death grip on it, and for good reason. We're drilling a hole clear through their western border. Davis has us going block by block, house by house. Knock them all down, he calls it. Turner and Pearson, they ain't seen eye to eye since we got here. Grind's taking a toll on us all. Time for more beans and bullets. If I tell you to do it, it is the goddamn mission! Hey, pick up the pace! We gotta hit CP by nightfall. Hey, I'm just lying around. Show me your girl. Thought I told you not to go through my things. What kind of chump doesn't open a sugar report? The kind who thinks it's a Dear John? See the address? She wrote Daniels, not Red. Only one reason to be so formal. Hate to say it, I think she's cutting you loose. Or hey, maybe it's like Schrodinger's letter. You know, you don't open it, she's still your girl. Maybe he's like Schrodinger's letter. What? What's wrong with you? Quit screwing around! We hit the State Theater at 07:30 tomorrow. Everybody's got their limits. Everybody. True or not, Hazel, I gotta believe you still love me if I'm gonna stay strong. Let's go, let's go! Come on, Daniels! Daniels! I got you! Keep your head down! God damn it! We keep crushing them and they keep coming back! We can't hold the plaza much longer! Artillery's on its way, they're saying 10 minutes top! Might as well be 10 hours! Lieutenant Turner, we have tank support the now! The tanks are covering our flank! Everybody pipe down and let me think, goddammit! Sir, we don't have time to think! All right, Daniel! You and I will go with Pearson and call it in! Move! All right, covering let's go! Fire! Daniel, get to the field, son! Oh, man, I'm going. Met the Thompson in my hand. Checkpoint reach. Even kijken waar ik precies moet kijken, hoor. Want met een Thompson heb ik totaal geen range. Wat heb ik hier? Oeh. Get to the phone! Use the field phone. Move your ass! We gotta call in armor! Boom. Nice. Maar ongelooflijk, hè, hoe je ziet in zo'n scène dat liefde een gigantische rol speelt in de oorlog, bij elke individual gewoon. Maar wat bizar, als zo'n vrouw het daadwerkelijk met hem zou uitmaken, joh. Er is hier iemand gewoon jouw land, jouw wereld, jouw oorlog aan het redden, aan het goedmaken. Mensenlevens aan het redden en dan ga je het uitmaken over een brief? Stel dat is echt zo. Daniel, get to the phone! Ik zou helemaal gestoord worden, echt helemaal gestoord. Goed, misschien hebben we het te vroeg geoordeeld. We weten nog niet eens wat er in die brief staat. We wachten het af. Hé, hey, daar is hij gewoon. Daniel, get to the field, folks! We need tank support! Breeze gun, ook altijd nice. Volgens mij hartstikke Duits. Daniel, get to the phone!
get to the phone. Get to the damn phone, Daniels! Daniels! Phone! Here you go, Sarge! A Dagwood White 27, a villain. We're drawing fire. Requesting immediate support to Phase Line 2, over. Copy that, but we'll be leaving our flank exposed. All right, over. Just get your asses here as soon as you can. Understood. Working on it. Over. Make it quick. These packs are tearing us apart. Over and out. All right, boys. We're rerouting to the Stat Theater. The first platoon needs us. Enemy dispositions unknown. Switching to radio and intercom. Radio master on. Rapson, we're taking a right to cut back to the theater. Right ahead. Roger that, Perez. Abrams, Poole, hold position here with 2nd platoon and cover this flank until we get back. Copy that. You got it, Perez. Everyone stay sharp. Watch the windows for infantry. All right, Rapson, let's move. God damn. Watch the windows for infantry. Dus je moet ook nog eens elk raam, elk deurtje goed afgaan voor het geval dat ze daar gewoon zitten, sneaky zitten. Maar wat is dit vet in en filmisch in elkaar gezet, hè? Die switch van characters. We're on their turf now. Whole different ballgame. They want a bloodbath? That's what we'll give them. They don't have a chance in hell. That's not how they see it. Even kijken, hoor, even testschot. Reloading! Right in the breach! Oh shit, het stort ook in. Dat was gewoon een teststort, maar het stort gewoon in. Wat vet gedaan. Panzer strike group! Dat was raar. Ik deed een teststort op een gebouw. Uiteindelijk zitten die enemies er alsnog. Crowd infantry have locked down. Small arms fire. They're assaulting our guys. Ja, yeah, man, je zal hier als Duitser rondrennen terwijl er gewoon een rij aan tanks aankomt. Ik speel op veteran, ik hou het rustig. Shit, man. Ik kan aangaan. Hoe gaan steden kapot? Nou, zo dus onder andere. Niet alleen bombardementen van bovenaf, maar zo dus ook. Dagwood White 27, the villain. What's your location? Inbound. Pushing through resistance on our west flank. Over. Hurry up, Perez. Over and out. Rapture. Platoon's taking heavy fire! Alright, get the lead out! Reps, slow down! I can't see you! Got eyes on the cathedral! We're almost there! Ja, waarom moet hij zo snel gaan? Panzer, right side! Right side! Waarschijnlijk scripted. Reps! Fire in the hole! Hatches! Fucking hell, wat een dombo. Waarom moet hij zo snel gaan? Maar juist omdat hij zo snel ging, had ik meteen door wat er gebeurde. Round didn't find him! Reloading! Perfect!
We have to find them! Got the bastard! Rapson, come in! Checkpoint reached. Rapson, can you hear me? Christ! Rapson, I'm sorry. Patching us up! Word over die bombardementen, joh. Nou, vriend verloren. Up the hill! Een stuk minder sterk inmiddels. Tank! Tank! Fuck! Tiger! Lure it back! We need to hit its flanks! We got another Panzer here too! He's got a target! Shot missed him! Shot down stuff his front! Stay out of his kill range! Langston! Panzer, left side! They've got us in their sights! Solid hit on the flank! We gotta move! Round missed! He's got a beat on us! Missed him! Direct hit! I don't see the enemy armor! Straight shot! Good hit! Solid hit on the flag! Armor down! Panzer's still in the area! We're not leaving till we kill that last tank! Dit is echt moeilijk. Round missed! Lost track of the enemy. We have to fight him. Good hit! Get out of his crosshairs! We're getting beat up! We're late! Shot didn't penetrate! Shot still up front won't penetrate! Enemy tank destroyed! Move up the hill where the Tiger came in. Theater should be over the rise. Dagwood White 27 to Villain! We can't hold out much longer! Villain to Dagwood White 27. Rapson is down. It's just us now. We're on our way. Die is down en wij zijn beschadigd. Ik doe zo mijn best. Prepare what I can down here! The theater's just around the corner. Wat was het toch? Doodse stilte opeens? Ja. Ready to fire! Take out those packs hitting the theater! Oh wow, wij flanken ze natuurlijk, hè? We komen in de rug van de front. Kijk, ja, zie je? The Turner squad is in the shit! We got German armor here! Take out that Panzer tank now! Come on, come on, come on. Hij draait zijn aim, come on. Oh ja, enemy support. Tank destroyed! Incoming enemy vehicles, take them out! Woo!
27. Plaza is clear. Repeat, Plaza is clear. Appreciate the assist, sir. Dagwood, wide out. All right, Perez is going to hold position at the theater to cover our flank. We need to push toward the Hotel Allendorf without armor support. Let's move! All right, let's do this. Hotel's been a Nazi stronghold for weeks. We need to capture it to take the city. Be a lot easier if we had a couple tanks with us. Perez needs to hold this ground. We're the spearhead on this one. Yo, dude. Heb jij een mortiertje voor mij of doe je dat niet aan? Nee. Got a target and smoke. Nee, dat doe je niet aan. Hey, save him for the enemy. Wat een missie, hè? God. Zonder deze assistance, hè? Zonder deze hulp van de tank hadden wij het waarschijnlijk nooit gered. Ik denk het echt niet. Eyes up. Check the windows. Eyes on those storefronts. Something's wrong. It's too quiet. Just keep sharp. Stay calm. Stick to cover. It's inderdaad too quiet, man. Het is echt zo stil als je beseft dat we net deze oorlog hier hebben gehad. MG, get off the street! Oh. Push forward and find an opening! What the fuck? Hij gaat de hele andere kant op. Hoe dan? Yo, ik werd ook gewrecked. Sorry man. Ik wilde helpen, maar het lukte niet. Oh, hij ging net dood. Let me know their position! Zo erg hè, als je soldaten en vrienden voor je neus ziet sterven. Want ik wilde die gast nog helpen, ik wilde een heroic action uitvoeren. Het lukte gewoon niet. Ik kon er niet meer bij. We're clear! Stairs are a no-go. We sure as hell can't go back into the street. This wall looks weak. Daniels, use your launcher to clear a path. Get back! Nice, heb jij niet een mortiertje voor me? Nee, hij geeft het niet aan me. Movement! Enemy troops! Take them out! Throw the smoke! There's more targets for mortar! Keep moving! Keep pushing! Wow. Throw the grenade! Hey! There's more targets for mortars! Into the alley! De SVT is van mij. Heerlijk Duits wapentje. Al die wapens. Waarschijnlijk hun speelden echt met aparte wapens, man. STG'tje. STG-44 doe ik dan op. Dit soort rifles. Dus is rustig aan, man. Keep pushing. Dat zijn gewoon Duitsers. Het staat op veteran. Maar goed, ik doe mijn best al. Vet, hè? Al die kleine straatjes, joh. Zo Duits ook. Oh jee. Een groot plein. Haken kruisen. Seems pretty quiet, but that probably ain't a good thing. Daniels, what do you see? Skies look clear. Guess our bombers did their run. You take it in the sights, Private? What the hell are you looking at? I got eyes on the hotel. No troops on the balcony.
Not seeing them anywhere else either. Must be holed up inside, reinforcing their defenses. They're betting it all on this place. Then we should be able to get close without too much resistance. But once we hit the hotel, we gotta be prepared for the worst. We'll need to take the apartment first. Could be swarming with Krauts. We're gonna sweep it to cover our rear, then advance to the hotel. Fall in. Daniel, Zussman, take point. Let's go. Stay alert. Those apartments could be crawling with the enemy. More like the whole two blocks. Vet hè, deze single player. Ik hou altijd van Call of Duty campaigns. Hoeveelheid detail in levels en wow, het is ook echt donker daar waar het donker is. Is het echt, echt donker in mijn scherm. Zag ik volgens mij een paar parts terug ook al, maar het is echt niet normaal donker. Maar die voorbereidingen en gewoon continu dat gevoel van als we nu niet slagen, dan kan het wel eens over zijn, weet je. Het zijn zulke belangrijke punten die wij wegdrukken van de Duitsers. Daniels, we need that launcher again. Watch the backblast. I can't see anything. Daniel, Germans are close. Catch them up. Grenade! Come on, sweep these cracks. Can't see them. Stay down. Vond ik al zo'n chill wapen in Oh ja, hoe gooi ik die ook weer? Whoa, whoa, whoa. Target, 8 o'clock. Got ammo for you, Private. Enemy troops. Waar vandaan komt het, joh? We're clear. Nice. Rally up over here. Dude, I need more ammo, Lieutenant. Take point. Secure the next room. Yes, sir. The door's blocked. We're gonna have to squeeze through. Looks awful tight. I'm not sure I can make it. Should have laid off the corned beef. Oh, real fun. Oh, shit! Shit! I need help! You gonna be okay? I'm good! Crowds are everywhere! Oh, ik kreeg zo'n harde hit. Het is echt zonde. You hurt? Cuts are everywhere. Ik heb wel held nodig voor wie dan ook, van wie dan ook. Get ready when you are! Send it this way! Here we go!
Oké, we poppen die grenade. Ik weet dat ze daar zitten. Waar, weet ik niet, maar... Bam. Bijna dood. Ja, hebben we ze? Damn. Hotel's right there. Keep quiet till we hit him. Keep quiet, we hebben fucking veel geluid gemaakt. Keep quiet until we hit him. Wat is daar? Acht van de 33. Nou, als je ziet hoe klein ze zijn en op wat voor locatie, dan zal ik er vast en zeker best wel wat gemist hebben. Maar goed, dat vergeef ik mezelf ook wel in de eerste playthrough. Dit wordt geen trophy run in de eerste playthrough. Wat was dit voor wapen? Nou, dat was die gekke toggle action shotgun, die ook in de multiplayer zit. Ja, daar ga je heel snel van dood op veteran, kan ik je vertellen. Okay, let's go. Down the stairs. Mooi, hè? That truck's blocking our path. We'll push it. Aiello, pop the brake and steer. Rest of you, put your backs into it. Hey, you got it. Daniels, need your help. Komt goed, man. Let op, hij gaat dood. Hij krijgt een headshot als het zo doorgaat. We need a ride out of here. Lieutenant, I think I can hotwire. Yeah, big surprise there. Show me college. Okay, let's move. Security hotel. Daniels, one more wall. Punch through it. Knock them all down, right? Het ziet er naar uit dat ik dit best wel de volgende aflevering moet gaan doen. Dat we echt, zeg maar, het hotel ingaan. Jij kan het dan, je hebt er dan misschien best kans van dat ik precies op dit punt stop. En dat we dan in de volgende part hotel overnemen dat de part klaar is. Maar we zien wel hoe dat verloopt. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar aflevering 8 van de World War 2 campaign. Thanks voor het kijken. Thanks voor het subscriben. Thanks voor weet ik veel allemaal wat. De support op de aflevering. Ik vond hem heel erg vet. En tot aflevering 9. Later.